Op 1 juni, tweede Pinksterdag, mocht restaurant Enya weer aan de slag. Eigenaren Jan en Vasiliki vertellen over hun ervaring. 1 juni was de dag dat de horeca weer open mocht. Hoe was deze dag voor jullie, voor restaurant Enya? Heel spannend natuurlijk, want we moesten ons helemaal omscholen eigenlijk. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel de tijd voor gehad. Om de maatregelen in de praktijk te brengen en toe te passen ook. Dus het was voor ons, stiekem was het wel weer een eerste dag weer en wennen. En heel spannend uiteraard. En heel spannend. Ja. En was de stemming gelijk weer een beetje als vanouds of viel het tegen? De stemming in de zaak, en heel erg toevallig heeft de zaak, op 1 juni toen we open gingen, was het alleen maar bezet. Onze gasten bekenden, die ons al eigenlijk al jarenlang bezoeken. Dus ja, de stemming was echt als vanouds. Ja. En dat maakt het wel heel erg mooi natuurlijk. Wij hadden ze gemist en zij hadden ons ook gemist en ze vonden het geweldig om weer lekker bij ons te zijn. En sowieso weer uit te kunnen gaan eten. Ja. Ze hebben ook lekker veel gegeten? Of? We hebben een hele mooie avond gehad, absoluut. Ja. Zeker. Ja. En we zijn nu een paar dagen verder. Wat is de algehele indruk van deze afgelopen week? Een beetje wennen. We krijgen enorm veel reserveringen binnen, enorm veel aanvragen. Helaas kunnen we ze niet allemaal verwerken, omdat we, zoals je weet, het maximale aantal gasten is op 30 tegelijk. Dus we proberen het een beetje uit te smeren qua tijden, qua aanvang en verblijf van onze gasten. Zijn ze niet gewend van ons, want wij werken namelijk niet meer shifts, al 10 jaar lang niet. En nu moeten wij en onze gasten een beetje op de tijd letten, zodat we niet heel veel mensen teleurstellen. Wat voor andere maatregelen hebben jullie nog genomen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen? Nou ja, tafeltjes staan op 1,5 meter afstand. Mensen moeten hun handen desinfecteren. Ze krijgen een gezondheidsgesprekje vooraf en vertrouwen natuurlijk op hun eerlijkheid. En de kaarten worden meteen nadat we de kaarten weer gegeven hebben, daarna worden ze weer gedesinfecteerd. Nou ja, er wordt ondertussen, als mensen weg zijn, weer de tafels extra, de stoelen worden gedaan. Dus het is gewoon allemaal nog hygiënischer eigenlijk als dat het al was. Wat vinden jullie nou het moeilijkst van al die maatregelen en dingen die je moet in de gaten moet houden? Ik zelf persoonlijk vind het moeilijkst om nee tegen mijn gasten te zeggen op het moment dat ze willen reserveren. Ik heb geen plek voor ze. Ondanks dat er wel lege stoelen zijn. Ja. Maar goed, het gaat om gezondheid. En dat vind ik eigenlijk het moeilijkst. Ja. Ik vind dat het moeilijkst om mijn gasten teleur te stellen. Door te zeggen van helaas, ik heb vanavond geen ruimte meer, geen plek, geen stoelen. En hebben jullie normaal ook een terras buiten? Dit jaar voor het eerst. Het is een terrassenexperiment. En wij hebben dus tafels en wij mogen dit jaar meedoen. En dan wordt het volgend jaar Beoordeeld, nog extra geëvalueerd om te kijken of we hem dan inderdaad voor altijd krijgen. Definitief krijgen. Ja. Ja. Dus dit is ook meteen het eerste jaar, wel een beetje pech natuurlijk. Dat de eerste 2 maanden weggevallen zijn van het seizoen, waarin we geen terras mochten voeren. En nu hebben we een bescheiden aantal tafeltjes buiten en zodra het mooi weer wordt, wordt het terras weer uitgezet. Ja. Zat het terras van de week al vol? Ja, ja. 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 Maandag, absoluut. Ja. Ja.